Oudjes, welkom bij weer een nieuwe video. Maar ben je nieuw op dit kanaal? Begin met abonneren. Dat moeten jullie altijd doen als jullie wel een paar video's, maar niet ben geabonneerd. Begin er zeker mee. En ben je compleet nieuw op dit kanaal? Heb je nog nooit een slijm video gezien? Hier is slijm voor beginners. Dit zijn echt de basisingrediënten. Alleen maar lijm. Ik gebruik die van Action, want deze vind ik echt super fijn. En lensvloeistof. Deze is van de kruidvat, maar je kan ook die van de Action gebruiken. Als er maar borax in zit, dat is heel belangrijk. En persil, wasmiddel. Mijn grote vriend persil. Ik gebruik meestal dit wasmiddel, want ik heb meerdere gebruikt, maar deze hecht gelijk eraan. En sommige hebben alleen maar witte kleur en deze heeft roze, groen, heb je gelijk kleurstof. Dus laten we gaan beginnen. Je gaat naar de Action, je haalt deze drie ingrediënten en je kan slijm maken. En deze vind ik heel erg fijn, omdat het lekker een grote tube is vol met lijm. Je kan ook witte lijm gebruiken, maar wij gebruiken meestal doorzichtige lijm. Voor als je de kleurstof bij doet, want dan zie je de kleur mooi. Dan doen we nu de wasmiddel erbij. Je doet maar een klein beetje, je doet het in de dop. In mijn vorige video ging het helemaal mis. Toen deed ik geblinddoek en toen ploef. Ik gooi er maar wat in. Want ik zie echt helemaal niks. Ik zat mijn hele bak onder de wasmiddel. Oké. Dan moet je dit erbij gooien. En als je merkt dat het nog niet echt wat dikker wordt. Kijk, hier wordt het al gelijk iets dikker. Dan moet je wat meer wasmiddel erbij doen. Dus ja, ik ga er iets meer wasmiddel bij doen. Iets meer, maar... Zo. En dan gaan we mixen. Kijk. Het is echt heel cool. Hoe het van lijm naar opeens echt een hele grote bonk gaat. Ja. Oké. Wasmiddel is meer dan genoeg. Nu als laatste ingrediënt. Het is echt super makkelijk dus. Wat lensvloeistof. Zodat het echt goed aan elkaar gaat plakken. Zo. Alles even een beetje aan de kant. En doen we nu die erbij. Zo. En dan moet je goed gaan mixen. En dan, als je denkt dat het goed is, kan je een beetje met je handen gaan kneden. Dus dat ga ik nu doen. Kijk. Het is echt heel erg cool. En meestal is het slijmig. Dat hoort bij slijm. Kijk. Het is zelfs een beetje doorzichtig nog. Dat is echt heel cool. Het is echt... Best goed slijm, maar echt heel slijmig. Je ziet met deze drie ingrediënten hoe snel je slijm hebt. Het is echt een heel kort filmpje en het is echt heel mooi slijm. Dus wil je even snel slijm maken of ben je een beginner dus? Maak dan dit slijm en kijk deze video. En geef natuurlijk een like en abonneer. En volg me zeker ook op social media. En delen. En dan moet ik helaas doei zeggen, want... Ik ga nog even lekker met slijm spelen.